betere bewustwording over erfgoed op gang brengen bij de samenleving, maar vooral bij jongeren. Dit is het doel waarvoor de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, SGES en Wikipedia Nederland zaterdag een knutselwedstrijd hebben georganiseerd voor kinderen. Jennifer Schuierman, juridisch medewerker van SGES, zegt aan de nieuwsdienst dat de knutselwedstrijd samenging met de Wikilos Monument Suriname 2023 fotowedstrijd. Maar onze focus is wel meer op de jongeren. Toch? Maar weet je, de ouderen onder ons zijn reeds bekend met het erfgoed, maar de jongeren niet zozeer. Zoals u weet, de jongeren kijken nu naar moderne dingen, moderne gebouwen, al dat soort dingen. Dus om te voorkomen dat wanneer zij straks overnemen, dat dit alles weggehaald wordt of neergehaald wordt, dan willen wij nu al die bewustwording voor erfgoed en die liefde en waardering voor ons erfgoed onder ze bijbrengen. Schuierman geeft aan dat er dit jaar ervoor gekozen is om de knutselwedstrijd uitgebreid te houden. Ze stelt dat ze best tevreden mag zijn met de opkomst. Vorige week, zaterdag, waren er, een stuk of 20 kinderen voor de knutselen. En vandaag hebben we er 34. En we hebben ook meer voor de speurtocht. De speurtocht hadden we 1 groep. Deze zaterdag hebben we 3 groepen. Een boodschap is om meer waardering te hebben voor ons Surinaams erfgoed. Ja, toch? Als je zo in de binnenstad loopt, Paramaribo staat op de werelderfgoedlijst. Maar als je zelf loopt, dan kijk je van, maar hoe? Dus we willen ook de bevolking, de Surinamers, vragen om meer waardering te hebben voor het erfgoed. Niet aan de gebouwen te gaan schilderen, hoe roep je dat weer? Een soort van artwork op de monumentale gebouwen te gaan zetten, weet je. En ook niet vandaliseren, want tijdens een van die rellen, de staking, heeft één de hoekhuis in brand proberen te steken. Dus dat alsjeblieft niet. Schuierman meent dat er ronduit meer liefde moet worden opgebracht voor het Surinaams erfgoed.